Goedenavond ook van mijn kant hier vanuit dit. Redelijk volle Feyenoordstadion. Er zijn zo'n 50.000 toeschouwers. En dat is niet niks voor dit zeer belangrijke duel. Nederland dus zo dadelijk tegen Hongarije. U weet het, het Nederlands elftal heeft na die prachtige wereldkampioenschap in West-Duitsland en Argentinië is het Nederlands voetbal wat in het slop geraakt. We waren er niet bij bij het wereldkampioenschap in Spanje en ook niet bij het Europese kampioenschap onlangs nog in Frankrijk. Maar laten we eerst even naar die stand van groep 5 kijken. U ziet dat Hongarije 1 wedstrijd heeft gespeeld en 2 punten. Oostenrijk heeft 2 wedstrijden gespeeld en 2 punten. Nederland heeft uiteraard nog niets gespeeld. En Cyprus sluiterij met 1 wedstrijd gespeeld en 0 punten. Zij verloren van Oostenrijk met 2-1. Het is voor Nederland dus de eerste wedstrijd in groep 5 en voor de Hongaren de tweede. Zij wonnen 14 dagen geleden met 3-1 van Oostenrijk. Na een zeer matige eerste helft werd de tweede helft vloeiend van de Hongaarse kant. En scoorden ze 3 maal. Via Nors, Esterhazy en Garaba. Daar ziet u het arbitrale trio. Dat zijn Zwitsers. Dat is scheidsrechter Daina. U kent hem misschien nog wel, want vorig jaar vloot hij de wedstrijd Nederland tegen Ierland. Die wedstrijd werd in Ierland gespeeld en die wonnen wij daar met 3-2. Heel verrassend. En toen gaf hij een penalty tegen Gullit. Maar er is iets merkwaardigs bij deze scheidsrechter Daina aan de hand. Want hij is niet helemaal fit. Hij heeft last van zijn rug. En nou is het niet ondenkbeeldig dat zijn landgenoot Frans Gechter, dat is de man zo dadelijk met de rode vlag, hem zal gaan vervangen. En dan komt er een Nederlandse grensrechter bij, dat is Chris Verhoef. Die komt hier uit de Rijnmond en dat mag je curieus noemen. En die Chris Verhoef die zit zo'n jaar of 2 op de Nederlandse A-lijst. Naar de opstelling van het Nederlands team, van Breukelen. Dus weer terug in het Nederlands team. Dan Rijkaard en Spelbos. U kent ze beide van Ajax. Daar speelt Rijkaard libero. En Spelbos is daar de voorstopper. Hier vandaag is omgekeerd. Dan Silooy, die gaat spelen op Esterhazy. Dan Wijnstekers, Valke, Gullit. Die kort achter zijn aanval gaat spelen. Willy van de Kerkhof, de oudste speler. Marco van Basten, daar heb ik een hoge pet van op. Kieft en Van der Gijp. En daar het Hongaarse team. Andrusch, Sallai, Roth, Varga, Kardos, Garaba, Kiprich, Nyilasi, die moet u de gaten houden. Nagy, Détári en Esterhazy. Het Nederlands elftal gaat dus spelen van rechts naar links. Er is wat gezegd dat het middenveld niet zo in balans zou zijn. Dat moeten we nog eens even afwachten. Veel zal afhangen van Gullit, zo kort achter die voorhoede aan. En wat gaat Valke doen? Als Kieft voorin naar het midden gaat trekken en Valke die mooie voorzitter kan geven vanaf links. Détári. Linkervleugelverdediger Jozef Varga. En de eerste vrije schop terecht toegekend na die overtreding op Nyilasi. Nyilasi, de man met de meeste ervaring bij de Hongaren. Hij speelt vandaag zijn 64ste interland, een jongen van 29 jaar. En hij komt uit voor Austria Wien. Vrij schop voor de Hongaren. Scherp, Van Breukelen zorgt dat het geen hoekschop wordt. Ruud Gullit. En Spelbos. Ben Wijnstekers. Valken. Het is natuurlijk zaak om de Hongaren al direct van mee te gaan onder druk te zetten. Want dan maken ze fouten. Daar zijn ze niet zo aan gewend. Eens kijken of het Nederlands elftal lukt. Marco van Basten
in zijn eerste duel met Rood. En dat verliest hij. Goed aannemen van die bal van Kiprich. Willy van de Kerkhof. Rijkaard, de voorstopper en spelend op Nyilasi. En daar onze laatste man. Spelbos. Kieft onderuit gehaald. De vrije schop via Frank Rijkaard. Moeilijk voor Michel Valk om die bal op zijn borst onder controle te krijgen. Aanvoerder Ben Wijnstekers. Van Basten komt er dan net niet aan. Wel, mogen wij zo dadelijk ingooien. Het is de bedoeling dus dat Kieft vanaf links naast Van Basten gaat spelen, zodat er ruimte komt voor Michel Valken. En erg benieuwd of het tactisch allemaal lukt op rechts in de Nederlandse voorhoede. Daar staat Van der Gijp. Daar heeft Kees Nijvers een hoge pet van op, maar de loper lukt het lang niet allemaal. Dit is knap. En we krijgen de eerste hoedschop dankzij deze actie van René van der Gijp. Derde minuut wedstrijd. Valke en Van der Gijp. Ingooi Sallai, die rechtervleugelverdediger. Hongaren spelen met hetzelfde team dat ook tegen Oostenrijk speelde. Toch wel verrassend, spelend met twee spitsen. Ik vraag me af of Rijvers daar op gerekend had. Silooy, tijdig bij die bal. Ronald Spelbos. De bedoeling was Kieft. Vrije schop Jozef Varga. Notch. Gevaarlijk. Gelukkig voor het Nederlands team werd die bal gemist. Maar deze man Gullit werd wel wat al te wat gepasseerd. Maar kop van Basten. Van Basten fel gaat een keer door Rood. Van der Gijp wordt vastgehouden. Terecht natuurlijk, die vrije schop van Daina. Michel valt op de vrije schop. Gullit. Rijkaard die bal er weer hoog in het 16 meter gebied brengt. Willy van de Kerkhof. Nederland heeft natuurlijk een korte voorbereidingsperiode gehad. De spelers zijn pas vanaf maandag bij elkaar en erg jammer dat men niet tot een oefenwedstrijd is gekomen. Het is nu helemaal niet anders. Sallai. Die rechtervleugelverdediger van Honvet. Nyilasi. Détári. Goed wegdraaien. En dan deze afzwaaier van Kiprich, die rechter spits.
Hans van Breukelen begint vandaag aan zijn 12e interland. En Silooy aan zijn 3e. We kijken nu naar Michel Valke. Bij PSV in een prima vorm. Ben Wijnstekers met goede balcontrole. Kiprich. Spelbos. Van Basten streken. Het rustspelen van Kardos is correct. In deze Hongaarse ploeg zitten nu 7 spelers van Honvet. Kijk naar Michel Valke. De bedoeling was van de Gijp. Het gaat allemaal nog iets te gehaast. Maar de wedstrijdzenuwen mogen er zijn natuurlijk in het begin van de wedstrijd. Als ze straks maar weg hebben. Gullit. Kieft. En er wordt Gullit afgehouden. En dat ziet scheidsrechter Daina niet. Dat is jammer. Notch, nummer 9. Goed voor de bal afgezet. Door Frank Rijkaard, knap. En een hoekschop. Dat betekent de tweede hoekschop. Daar ziet u de Hongaarse doelman, Andrusch. Ook hij speelt een Honvet. Hoekschop Michel Valke, vul het ook nu voor. En opnieuw een vrije schop voor het Nederlands team. Michel Valke, Gullit zou een mogelijkheid zijn, maar die staat buitenspel. En we gaan gewoon door. Esterhazy, snelle man. Scoort ook veel in de fase competitie. En haalt een hoekschop uit. Hoekschop Lajos Détári. Kiprich. En wat onnodig weggegeven hoekschop van Willy van de Kerkhof. Lajos Détári dus met de hoekschop. Voor een opdringend Hongaars elftal. Het zal niet in de bedoeling gelegen hebben van Kees Rijvers. En dan dit schot van Varga. Valke, Rijkaard. En dan op rechts overnemen via Spelbos. Silooy is niet slecht van Basten, Gullit. Leuke combinatie. Lekker vlot uitgevoerd. Valken en een inschuivende Willy van de Kerkhof. Buitenom van de Gijp en goed uit zijn goal komen van Andrusch. Leuke vlotte aanval van het Nederlands team. Ruud Gullit. Willem Kieft schijnt het erg goed te doen in de Italiaanse Pisa. Deze paas is in ieder geval niet slecht. Op zijn oude maatje Rijkaard valt hem. Van de
Gijp. Heel knap werk van Michel Valke. Ben Wijnstekers. Kieft is voor, komt hij eraan of niet? Willy van de Kerkhof. En dan buitenspel met vraagtekens voor Benny Wijnstekers. Die ruim 50.000 toeschouwers zorgen hier voor een geweldige ambiance. Als het Nederlands team nou nog een goede prestatie neerzet, dan kan die stemming alleen maar beter worden. Andrusch, deze was de tweede in het land, op Varga. Het is voor Nederland natuurlijk een goede zaak om er straks bij te zijn in Mexico. En rekent u met mij mee. We moeten thuis alles winnen. We mogen uit gelijk spelen. Tegen de Hongaren, tegen de Oostenrijkers. En twee man van Cyprus winnen. Als je zo cool rekent naar je toe, dan komen we in Mexico. Maar we kijken naar Van der Gijp. En die wordt vervelend onderuit gehaald. En we krijgen een gele kaart. En die is voor Kardos. En een blessure voor René van der Gijp. Naar die vrije schop met mogelijkheden. Muurtje staat voor mijn gevoel niet op de goede afstand. Je ziet daar Van Basten bij die bal. En Gullit. Maar die staat er quasi, denk ik. Ik denk dat Rijkaard dit zal uitvoeren met een schot. Het wacht maar eens even af. Hoe ingenieus gaan we deze vrije schop nemen? Zo mislukt het. Willy van de Kerkhof. Valke die wel de vrij voorbrengt. Ingekopt. Prima. Door Marco van Basten. Kiprich, Nyilasi, verkeerd uitverdedigen. En dan de zenuwen aan deze Sallai, rechterpleugverdediger van Houtman. U ziet, we hebben inmiddels een kwartier gespeeld en voor diegene die we het later hebben ingeschakeld. U kijkt naar de wedstrijd van het Nederlands elftal in groep 5. Kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap in Mexico. Het Nederlands elftal speelt van rechts naar links en de stand is nog 0-0. En heel erg veel heeft u nog niet gemist. Spelbos. Valke wil die bal wel hebben van Gullit. Hij heeft ook krom toegespeeld. Van Basten. Langs Rood. Overtreding. In de rug lopen. Van René van der Gijp. Op rechts. Gaat hij echt de vleugel verdedigen. Goed doorzien door Valken. Hij zet even van de Gijp aan het werk. Jammer dat Van de Gijp die bal niet meteen voorgaf. Wijnstekers. Sonny Silooy, dat is iets te kort, maar Esther Haasje komt er toch niet aan.
Rijkaard. Nederland moet proberen ervoor te zorgen dat die linies goed aansluiten. Dat er geen gaten op het middenveld komen. Gullit. Kieft goed op rechts. Silooy. Gepaasd op Gullit. Frank Rijkaard kon niet aan die paas komen. Van Silooy was te moeilijk. Maar is razendsnel voorgeven. En dan kan het Kiprich er niet aankomen op die paas van Esther Hazi. Ben Wijnstekers, maar de gevaarlijke man voor mijn gevoel loopt daarop links rond. Voorin Esther Hazi. Razendsnel. Hoekschop Détári, inmiddels de vierde. Rijkaard, kiezen voor Kieft. Kieft, goed langs Sallai. De inzet van Wijnstekers, daarom komt Kieft nog aan die bal. Overtreding van Willem Kieft, die geeft er even een stomp weg. En dat zag de Zwitserse scheidsrechter niet. En deze inzet mag er ook zijn. Willem Kieft heeft dan zich afleren bij de kennelijk in de Italiaanse competitie. Wijnstekers. Détári met deze paas en het hoofd van Willy van de Kerkhof. Bal. Willem Kieft op inzet. Aan die bal gekomen en breed gelegd op Gullit. Prima. Nu Gullit en Valke. Door paas uitstekend. Houdt die bal binnen of niet? En daar wordt hoekschop gewerkt. Via het lichaam van een van die verdedigers van de Hongaren. Prima werk, onder andere van Gullit. De aanwijzingen van Andrusch. En de hoekschop van René van de Gijp. Ja! Schitterend! Willem Kieft! Jongen! 19 minuten gespeeld, Nederland op voorsprong. Prachtig, die hoekschop. Daar razendsnel bij was en die bal inknikte. We gaan er uiteraard nog naar kijken. Daar Kieft schampen. En die Hongaarse keeper Andrusch verrast in zijn korte hoek. Goede start voor het Nederlands team. Daar die hoekschop, soepel getrapt. Let u op Kieft. Let u ook op die verdediger die er niet aankomt als versteen blijft staan. Nederland staat op voorsprong. Silooy, tijdig terugspelen, correct op Van Breukelen. Spelbos. Hoort nog eens hoe het legioen hier meeleeft. Moet heerlijk voetballen zijn. Uiteraard voor de Nederlanders, dat begrijpt u. Vrijschop genomen, Willy van de Kerkhof. Die in feite de centrale verdediger is. Samen met Ronald Spelbos. Daardoor kan vooral van Rijkaard hier naar voren schuiven. Daar heeft u Rijkaard. Michel Valke. Knap. Fantastisch voor. Ruud Gullit. Mooie beweging onze tegenstander. Kiep staat er weer bij. Ronald Spelbos. Probeer natuurlijk van Nederlandse kant
Hongaren vast te zetten. Zelfvertrouwen, Rijkaard en buitenspel, meters voor Ruud Gullit. Het Nederlands team speelt zo te zien Willy van de Kerkhof zuiver als laatste man. Hongaars bal bezit. Nyilasi. Daina ziet een overtreding in van Michel Valke. Daar ziet u het Nederlands muurtje. Die wordt het Varga. Vierde Sparga. De afstand is juist. Goed verdedigend werk voorlopig van Kieft. Maar Hongaren houden balbezit. Nyilasi. Is goed. Te scherp van Breukelen, geen problemen. Michel Valken. En Marco van Basten heeft felle problemen met rood. Valk is goed te zien, opkomende Ben Wijnstekers. Overtreding, obstructie. Van Sallai. Zag het gevaar aankomen, zag dat Wijnstekers door kon lopen. En dacht, kom, ga er maar eens even onderuit. Nederland duurt sterk in de lucht. Met onder andere Kieft. Maar ook Van Basten. En hier een misverstand, dat is jammer. Daardoor komen de Hongaren weer in balbezit. En een handig overstapje van Nyilasi. Rood met deze paas. Esterhazy, gevaarlijk. Gemist, wat een kans. En dan een doelpunt van Détári. Wanorde op dit moment heel even. Bij die Nederlandse achterhoede. Daar ziet u, daar is die paas van Esterhazy. Daar wordt hij in eerste instantie gemist. Daar komt Kiprich. En daar Détári, mooi ingeschoten, dat wel. Hield overzicht, voor Breukelen kansloos. Het is 1-1 geworden, nogmaals de situatie. Vooral natuurlijk het werk van Nyilasi, die bal dan brengt bij Esterhazy. Dan wordt hij eerst nog eens even gemist door Roth. Kiprich komt er ook niet lekker aan die bal, maar het verdedigt is ook niet best van de Nederlandse kant daar. En dan het overzicht en die mooie goal van Détári. Deze nummer 10. Valken. En Hens van Sallai. 25 minuten gespeeld nu bij deze 1-1 stand. Jammer. Daar het muurtje van Hongarije. En Valke. Die vrije schop gaat nemen. Of wordt het van de Gijp, die heeft inderdaad een goed schot van afstand. Komt die schuiver, goed gepakt door Andrusch. Toch wat problemen voor het Nederlands team op rechts achterin. Dat komt vooral omdat die Esterhazy erg getrukt is, die linkervleugelverdediging. En snel en techniek heeft, en dat wordt uiteraard moeilijk. Ook voor Johnny Silooy.
ingooi via Michel Valke. Rijkaard. Spelbos schuift in. Nerveus. Daardoor ook balverlies. Had kunnen pasen op Willy van der Kerkhof. Kiprich. Rood, die voorstopper. Misschien een wissel. Nee, niet eens misschien. Het is zeker een wissel bij de Hongaren. Garaba, die gaat eruit. Blijft er voorlopig nog eventjes in. Kijken we nog even aan. De man scoorde overigens 14 dagen geleden tegen de Oostenrijkers. Daar links, die nummer 10, Détári, die zo fraai scoorde. Kiprich loopt weer, niet al te fit. Détári met de vrije schop. Van de Kerkhof, zomer in de benen van Sallai. Een buitenspel, maar voor wie dan wel? Onbegrijpelijk. Daar komt Nederland goed weg. Geen sprake van buitenspel. Willy van der Kerkhof. Wijnstekers biedt zich aan. Van Basten moet een luchtduel uit gaan vechten. Nyilasi. Laat het weer op snelheid aankomen en dat is inderdaad gevaarlijk. Als deze man Esterhazy aan de bal komt. Van Breukelen voor Esterhazy. Valke. Moeilijk aangespeeld, Rijkaard. Maakt er in feite toch nog iets van. Gaat het toch erg fel in de persoonlijke duels, maar dan in positieve zin. Winnen voor mijn gevoel te veel duels. Rijkaard en Silooy. Kieft is weer knap hoor. Van Basten en Van de Gijp voor. Hens, wat ongelukkig voor Michel Valken. En daar die nummer 11 rechts uit de beeld verdwijnt Esterhazy. Redelijk ver uit van Andrusch. Spelbos zet die bal verkeerd op zijn hoofd. Corrigerende werk van Wijnstekers. Prima, Valken. Van de Gijp speelt heel goed zijn man uit, wordt vastgehouden. Van de Gijp. Van de Gijp en prima uit zijn goal komen ook dat van Andrusch. Maar een prima solo van René van de Gijp. Daar zijn we op weg. Daar wordt de verdediger de verkeerde kant op gestuurd. En daar dan Andrusch. Goed schop in tweeën van Basten. Van de Gijp, lekker brutaal voetballend, met risico. Kan hij binnenhouden of niet, het lukt Van Basten. Goed van Rijkaard, die paas. De ingooi loopt via Michel Valken.
goed. Dit paasje van Valke op Rijkaard. Prima. Gevaarlijk spel. Gevaarlijk spel natuurlijk. Daina heeft het gezien. Weliswaar van grote afstand. Maar hij zag het dan toch maar. Daar het Hongaarse viermans muurtje. Nou, gaat weg, vijf. Prima afstand natuurlijk van Michel Valk om die bal over het muurtje heen te liften. En zo groot is Andrusch niet uitgevallen. Van der Gijp trekt de aandacht. Ik denk dat Valken wordt. Nee hoor, toch Van der Gijp. Hoekschop. Dit is de vijfde hoekschop voor het Nederlands team. Michel Valken. Werd gestompt door Andrusch. Voor het hoofd van Basten. Maar opnieuw hoekschop. Van der Gijp. Rijkaard trekt een gat. Rijkaard. Vind ik sterk voetballen. Willy van der Kerkhof. Duidelijk laatste man dus. Gullit oppassen. Riskant als je nu balverlies hebt. En er komt er fraai uit. En op deze paas de bedoeling. Maar Silooy. Valke in het veldduel met Détári. Wint hij. Klasse. Heel knap. En dan buitenspel van een niet attente Gullit. Varga. Gefloten voor een overtreding van Spelbos op Nyilasi. Silooy, zo wordt voetballend. Valken, goed doorgetikt. Van der Gijp, uitstekend. Wijnstekers haalt hij net niet, maar de combinatie is in ieder geval heel knap. En in grote nood. Vaak groot. Er een hoekschop van, dacht ik, maar nee. Zegt de scheidsrechter. Vreemd. Met het uitverdedigen is Nederland van tijd tot tijd wat te nonchalant. Komt de bal te makkelijk in Hongaars balbezit. Spelbos. Rijkaard op Silooy en die bal is buiten de lijnen geweest. Sorry, Silooy die houdt het sober erachterin op rechts. Wijnstekers gaat lekker vaak mee naar voren, gaat vaak over zijn directe tegenstander heen, Kiprich. Hongaars ingooi. Goede verre ingooi van Gullit op Rijkaard. Heel riskant, Silooy. En dan wel gespeeld aan Esterhazy.
Daar heb ik toch een grote angst voor. Is prima. Nyilasi, schuiven van Breukelen. Te zacht inzet van Nyilasi. Maar wat nonchalant van Sonny Silooy ten opzichte van Esterhazy. Zo geef je goals weg. Daar de situatie nogmaals. En dan het inschuiven van Breukelen kan aan die te zachte inzet komen. Ingooi voor Hongarije. Ik heb het gevoel, en u waarschijnlijk ook, dat het achterin bij het Nederlands team nog niet lekker zit. De taakverdeling is niet helemaal goed. Van Basten komt helpen. Ben Wijnstekers. We gaan een overtreding ten opzichte van Détári. De Varen spelen dus in feite met twee spitsen. Kiprich op rechts en Esterhazy op links. En de duikt vooral Nyilasi in het midden tussenin. Ook een hele mooie solo hoor. Breed leggen, Nyilasi komt er net niet aan. Goed werk van Kardos. Gullit met een verre paas. Nederland heeft nu helemaal gekozen voor een aanvallend concept, gezien ook de spelers. Houdt natuurlijk niet in dat je achterin nonchalant moet worden. Van de Kerkhof. Te doorzichtig, die paas op Silooy. Je zag hem aankomen. Détári. Esterhazy, Kiprich gaat naar binnen. Hoekschop. Ziet er steeds eng uit als die omvaarde aanval over links. Erg veel lange mensen. Goed voorgegeven van Breukelen. De man die voorgaat was Sallai, die nu uit positie is gespeeld. En Valke kan er misschien van profiteren. Maar die Sallai is weer razendsnel teruggekomen, die nummer 2. Michel Valken mag niet ingooien. Overtreding geconstateerd. Vandaar die vrije schop voor de Hongaarse kant. U ziet, we hebben nog 1 minuut of 5 te spelen. Tot aan de rust. En de wedstrijd is redelijk in evenwicht. Niet alleen gezien de stand, ook de spelverhouding in het veld. Spelbos, zoek eens naar de vrije man. Vindt hij niet, vandaar dit breedte paasje op Rijkaard. Gullit. Het is dat Rijkaard techniek heeft met die bal aanname. Mislukte paas van Valken, brengt balbezit voor Kiprich, die rechter spits. Goed werk Spelbos. Esterhazy. Nederland blijft met 3 spitsen spelen. Maar ik vraag me af of niet een extra man op het middenveld nodig is. Want daar hebben de Hongaren wel erg veel balbezit. Vrijschop Willy van de Kerkhof.
kaatsen met Gullit. Van Basten, Kieft staat uit het spel, dacht ik. Vlag van de grensrechter ging inderdaad ook de hoogte in. Deze man, Willem Kieft, stond in de riante positie, dat wel, buiten spel. Nogmaals, mooi doorgekopt door Marco van Basten, Kieft. En ook nog Andrusch bij die bal. Dat bedoel ik, op die manier komen de Hongaren te makkelijk in balbezit. Door niet accuraat uitverdedigen. Sallai pakt zijn directe tegenstander nog wel eens een keer, dat is van de Gijp. Hens. Vrijschop voor het Nederlands team. 3 minuten voor rust. Rijkaard. Met korte driehoekscombinaties komen die Hongaren toch knap van tijd tot tijd door die Nederlandse verdediging heen. Détári op rechts. Is het oppassen gaat blazen. Wat een verdedigingsfout. Niemand hield die voorstopper rood in de gaten. Die kwam buitenom. Niemand in die verdediging gaf daar een waarschuwing voor. Wel een hoekschop en dan komen we nog goed weg. En ik vind dat die Hongaren verrassend voetballen, gevarieerd. Middenvelders die opkomen, maar ook verdedigers zoals Sallai en die centerverdediger Roth. En achterin heeft Nederland de zaakjes beslist niet helemaal goed voor elkaar. Détári moet van Breukelen kunnen pakken. Valke kijkt even nijdig naar de Kerkhof. Omdat die paas niet correct was. Dit oog veel beter. Michel Valke. Maar de paas die net achter van de Gijp. Ik vind het toch niet helemaal de fout van Michel Valke. Hij wordt te moeilijk aangespeeld. Steeds met 1-2 tegenstanders om zich heen. En vindt daar maar eens een goede oplossing. Paasjes moeten zuiveren. Daar het rustsignaal van de Zwitsers en de scheidsrechter. Wel, we kennen hier een tussenscore van 1-1. Ik kom graag bij u terug over zo'n kleine 10 minuten. Welkom hier op het speelveld. Het Nederlands team gaat ze dadelijk aftrappen, ongewijzigd. 1 wissel bij de Hongaren. Csongrádi is ingekomen voor die nummer 6. Garaba. Ik heb u ook in die eerste helft overigens gezegd dat ik vond dat die organisatie vooral achterin bij het Nederlands team niet deugde. Ik vond het frappant. Tot die eerste goal speelde Nederland redelijk. Hoewel niet vloeiend, maar daarna hebben we praktisch niets meer van het Nederlands elftal gezien. En controleerde in feite na die goal van Kieft. En zeker na die goal die de Hongaren scoorden, controleerde de Hongaren de wedstrijd. Ik weet niet helemaal waar het ermee zit. Het kan zijn dat die 3 aanvallers van ons, waarvan u er nu 2 ziet, te weinig mee verdedigen. Het kan misschien ook zijn dat Willy van de Kerkhof wat te veel achterblijft hangen. In ieder geval, we hebben te weinig mensen, voor mijn gevoel, op dat middenveld. En ik vind de Hongaren verrassend sterk voetballen. Insiders hebben gezegd dat dit Nederlands elftal hier in Rotterdam wel makkelijk zal winnen van Hongaren. Wel, u hebt gezien, niets is minder waar. Maar ja, we hebben een tweede helft. En wie weet wat Rijvers zijn spelers heeft ingefluisterd. Wachten we maar eens even af. Van Basten heeft teruggetikt. Van Basten die mogen in de eerste helft niet eens meegevallen. Te weinig aan de bal.
En in de goede zin, niet agressief genoeg. Valke. Eens kijken of je deze tweede helft de linies ook beter aansluiten. Gaten waren in de eerste helft te groot. Fijn dat u allemaal zelf ook kunnen zien. Nederland legt de vrije schot mee. Valke. Ongehinderd kan Andrusch pakken. Want gelukkig komt die bal bij Van Basten terecht. Misverstand. Gullit. Goed ingrijpen van Roth. In feite kun je op de inzet van het Nederlands team geen aanmerking hebben. Alleen men begrijpt elkaar vaak niet. Je krijgt niet de indruk dat daar een lekker ingespeelde ploeg voetbalt. Valke zomaar in de voeten van Sallai. Nyilasi. Goed werk van Spelbos. Brengt die bal weg. Gullit. Willem Kieft. Uitgewaaid op rechts. Inschuivend. Rijkaard. Daar moet van Valke de gave voorzet komen. Bal is even aangeraakt. Door Hongaarsbeen. Van goede bewegingen van René van de Kerkhof. En dan is het weer een zwakke paas waar Valke niets aan heeft. Wijnstekers. Deze paas met effect is niet eens zo heel gek hoor van Rijkaard. Alleen te laat geloof in die paas. Aan de kant van de neef van de Gijp. Van Willy van de Kerkhof. Ronald Spelbos, dit is goed gezien. Van der Gijp de bal gebracht door die invaller. Michel Valken. Scherp, Kieft wel een schicht. Schitterend overgetipt door Andrusch. Kieft praktisch uit balans. Knikt die bal toch nog heel knap in. Daar gaan we er natuurlijk nog eens naar kijken. Daar is dan die paas. Kijk, Kieft. En dan het even tippen met die rechterhand van Andrusch. Hoekschop. Valke. Esterhazy. Tegen de wereld gelopen. Overtreding heel duidelijk van Silooy. Wordt niet bestraft. Zwak uitverdedigen. Spelbos zou zelf door moeten gaan op schieten en rond dat zwak af. Hoe dan ook, in ieder geval weer wat aanvallende impulsen van het Nederlands team. En die hebben te veel gemist, vooral in het tweede gedeelte van die eerste helft. En nogmaals jammer voor die kopbal van Willem Kieft, maar de reactie van de Hongaarse keeper was prima. Gullit. Willy van de Kerkhof. En nu de zuiver splitsende paas. Silooy. Het kiezen voor Rijkaard was logisch. Van de Gijp met een goede balaanname. Rijkaard snel genomen. Willy van de Kerkhof moet die bal in het 16 meter gebied brengen. Doe dat te laag. Agressie, heel goed. Van de Gijp. Andrusch.
Kiprich. Gullit, goed. Silooy, en dan buitenspel en terecht. Voor onder andere Kieft. Varga. Kijk, dat loopt niet lekker geolied. Zie je ook aan de bewegingen van de spelers. Dat moet een automatisme zijn natuurlijk. En daar weer zo'n onbegrijpelijke nonchalance van de kant van Frank Rijkaard. Goed dat Wijnstekers corrigeert. Michel Valke. Moeilijk, twee spelers om zich heen. Weinig assistentie, zo kom je er ook niet uit natuurlijk. Valken. En een onnodig weggegeven hoekschop via de voeten van Roth. Tweede hoekschop naar rust. Kieft weer met zijn hoofd erbij. Jozef Andrusch. Esterhazy, een krachtbron. Nu goed uitgespeeld. Goede beweging ook van Rijkaard. Dit is ook fraai. Gullit. Oppassen voor buitenspel aan de Nederlandse kant. Zwakke oplossing van Gullit. Daardoor kunnen we achterin de problemen komen. Kiprich. Het is dat Spelbos goed zijn opgesteld. Zodat Nyilasi niet aan die bal kon komen. Marco van Basten. Sallai doet die knap, die wel binnenhouden. Détári kaatsend en op links is er ruimte omdat Varga daarop komt. De pas van Détári en buitenspel voor Esterhazy. Het is jammer dat vooral Marco van Basten niet loskomt van zijn tegenstander. In feite ons grootste talent. Dat komt er vanavond althans tot nu toe niet uit. Wordt hij ook niet al te soepel en zorgvuldig aangespeeld, maar toch. Willy van de Kerkhof. Kiest voor deze paas, maar waarom die bal niet meteen diep gespeeld. Nu is het omzichtig. Silooy brengt Rijkaard in de problemen. Die komt er via Willy van de Kerkhof uit. Wijnstekers en Kieft. Die bal verspeelt. Nyilasi, Kiprich, randje buitenspel, Esterhazy op links. Nederland kan die aanval overnemen via Michel Valken. Rijkaard. En Valken die verkeerd op die bal liep, ook dat zag hij.
wordt laat gestoord en dan staat Esterhazy. En die scoort. Hoe is dit toch mogelijk met dit puntertje? Veel te laat ingrijpen. Daar in het linker verdedigingsblok van de Nederlandse kant. Dan kan Esterhazy die bal zomaar aannemen. En dan heel zacht, maar wel loepzuiver langs onze doelman punteren als het ware. Let u nog eens even op. Kijk, daar is volkomen vrij. Waar is dan Silooy? En Van Breukelen komt niet aan dat puntertje. Nederland staat achter met 2-1 in de tiende minuut. Volkomen onnodig. Grote dekkingsfout. Kijk daar eens even, Esterhazy. Alsof je junioren voetbalt. Zo makkelijk, zo pats, goal. Jammer. Sallai. Overtreding, goed gefloten. Door Daina. Nu gaat het voor het Nederlands team natuurlijk heel moeilijk worden. Een gelijkspel zou niet zo gunstig zijn geweest. Maar beginnen met de nederlaag en we nog wel thuis. Dat is bijna catastrofaal. Spelbos verliest naar een kopduel Varga. Nyilasi. U ziet het aan de beelden. De Hongaren controleren de wedstrijd. Terwijl het andersom zou moeten zijn. Varga. Détári. En Willy van de Kerkhof. Goed. Hij zet het hard. Van de Gijp. En de overtreding van Kardos. Nog een gele kaart voor Kardos. Dat zou rood hebben betekend. Dat hij het spel deze wedstrijd kunnen verlaten. Michel Valke. Ineens kiezen voor die hoek hier op rechts. Zou ook niet zo gek zijn. Want die keeper laat wel een heel groot gat. Die Andrusch. Weer zo'n razendsnelle counter. Csongrádi, die invaller. Ronald Spelbos. Publiek begrijpt het niet allemaal en raakt geïrriteerd. Dat kan het Nederlands zelf natuurlijk helemaal niet hebben, dat je wordt uitgefloten in de thuiswedstrijd. Wijnstekers. In de lucht, achterin zijn die Hongaren ijzersterk. Gullit. Zou Détári moeten uitspelen. Nou, Kieft hier toch steeds als de kippen bij is. Gooi Varga. Valken, alle Hongaren hebben hun tegenstander opgezocht. Kieft moet daarom wel kaatsen als het nu snel gaat. Maar dat is niet zo gek, deze poeier niet slecht. Dit schot van Frank Rijkaard van grote afstand, desalniettemin gevaarlijk. Thank you.
de Gijp. Gullit is goed. Van Basten stond even vrij, maar Gullit gaat er weer een duel aan. Dat is jammer. Rijkaard. Zelf doen. Zelf doorlopen. Buitenspel voor René van de Gijp. Terecht. En we krijgen een wissel. En dat vind ik terecht. Maar laten we eerst even kijken naar deze Jozef Andrusch. Die gekwetst is aan de schouder. En zo dadelijk, dat heeft u uiteraard in beeld, dan zal Marco van Basten eruit gaan en worden vervangen door Peter Houtman. Kijken we nog eens even naar Frank Rijkaard. Althans, dat lijkt me de bedoeling. Goede beweging. Deze paas. En buitenspel voor René van de Gijp, die dan toch amper zijn tegenstander aanraakt. Een wissel die erin zat. Ik heb het u gezegd, Marco van Basten kwam niet lekker uit de verf. En wordt vervangen door Peter Houtman. Peter Houtman heeft dus nog zo'n kleine 30 minuten te gaan. Verre uittrap van Andrusch. Gullit. Gullit dit wel goed langs zijn tegenstander. De manier waarop hij die bal meeneemt is ook prima. Dan is Silooy te laat om die bal te verlengen op links, op Valke. En komen weer in de problemen op deze manier natuurlijk. Gelukkig, de paas van Détári komt er ditmaal niet goed aan. Kieft. Peter Houtman. Valke. Houtman kiest dan positie. Van Varga ten opzichte van René van de Gijp. Breed leggen. Valken heeft een boeien in de benen. Komt dat schot een paar meter naast. En toch moet het daarvan komen. Sneller spelen. Sneller die bal rond laten gaan. Maar het is uiteraard makkelijk gezegd dan gedaan. Détári van de Kerkhof. Gullit. Los van twee tegenstanders. Op rechts gaat Silooy. Spelbos kan weer spelen op Gullit. Uiteindelijk toch bij Silooy. En de Gijp buitenom. Valken, Rijkaard inschieten, getoucheerd of niet? Nee, zegt de grensrechter. En op zijn aanwijzingen zegt Daina dat het voor een doeltrap wordt. Hele verre uittrap. Silooy. Spelbos ongecontroleerd. Naar voren gewerkt. Ruud Gullit. Détári. Ditmaal houdt Silooy Esterhazy goed in de gaten. Het zoeken van Spelbos. Intro Jozef Varga. Zit meer eenheid in het Hongaarse team. Combinaties zijn vlotter. Kan natuurlijk ook. Er zitten liefst 7 spelers van Honved in, de kampioen.
van Hongarije. Willy van de Kerkhof. Kieft die er een kopduel wint. Houtman kaatst dan net verkeerd, maar dat kan gebeuren. Valke. Ditmaal dus geen gat op het middenveld, dus goed gezien. Ingooi van Gullit. Jagen van de Hongaarse kant en terecht. Daar dwing je fouten mee af. Het feit dat Nederland dat moet doen. Rijkaard. Ruud Gullit. Overtreding. Van Varga. Linkervleugel van Varga, maar met veel ervaring. 24 in balans. Geroutineerd. Als het nodig is, grijpt hij wel even naar wat hardere middelen. En we krijgen een wissel. Michel Valke gaat eruit. En hij wordt zo dadelijk vervangen door Erwin Koeman. Bijna hetzelfde type speler natuurlijk. Linksbenen, ideeënrijke jongens allebei. Valken heeft goede momenten gehad. Heeft erg veel werk moeten verrichten. Werd vaak ook niet goed aangespeeld. Dat moet er ook even bij vertellen. Gullit. En een doeltrap en meer niet. Halverwege dus de tweede helft bij dit invallen ook van Erwin Koeman. Eens kijken of hij wat duidelijkere lijnen kan aangeven. Het is nodig en het moet snel gebeuren. Want de klok tikt en we staan nog steeds achter met 2-1. Kijk, inzet is er genoeg. Alleen het geluk zit ook niet altijd mee. Erwin Koeman, zeer moeizaam aangespeeld. Kun je niets mee beginnen met die ballen. Willy van de Kerkhof. Van de Kerkhof komt er zo weer naar zijn tegenstander. Ja, het is natuurlijk vervelend om steeds in herhalingen te vallen, maar het is echt niet best hoor. Een paar meters te veel, dat mag van Daina. Dit is goed, die paas van de Kerkhof op Kieft. En dan een karambolage en dan wordt het doeltrap. ...24 minuten inmiddels gespeeld in deze tweede helft. Ik vind het niet al te best duel, zeker niet van de Nederlandse kant. Hongaren vind ik ook eerlijk gezegd technisch beter. Brengen makkelijker ballen op dit redelijk gladde veld onder controle. En weer ook meer persoonlijke duels. En als je het allemaal bij elkaar optelt, dan is die nederlaag, althans die achterstand, logisch. Rijkaard.
Gullit. Erwin Koeman stond even vrij. Wordt nu aangespeeld door Wijnstekers. Koeman is goed. Rijkaard en dan buitenspel terecht. Ruud Gullit. Varga is een harde jongen en terecht dan ook nu die gele kaart. Tweede gele kaart. Kardos heeft er één. En nu dus deze voor Varga. De vrije schop. Individueel werk van Sallai. Rijkaard Gullit. Rijkaard. Esterhazy. Silooy heeft ontzag voor hem. Het is dat Nyilasi wat de angst op voetbal. En dat kun je een duidelijke duur noemen. Blessure voor Roth. De baarde man. En een vrij schop voor de Hongaren. Détári. Heel hard, maar heel onzuiver is een vrije schop van Kardos. Die centrale verdediger. De Hongaren blijven vrij veel mensen achterin houden. Gokken op de counter in, doet dat prima. Komen daar snel uit steeds. Blijft in ieder geval gevaar inhouden van het Nederlands team. Nyilasi. Op links Esterhazy. En gelukkig dat die bal terecht kwam bij Kiprich. Ruud Gullit, vanavond beslist niet in gewone doen. Spelbos. René van de Gijp. Erwin Koeman. Houtman kan wat meer kilo's er tegenaan gooien. Dan ligt de Sallai. Even vrijgelaten, Koeman. Voorgetrokken, prima. Jammer dat er iemand stond van de Nederlandse kant. De trekbal was goed voor Koeman. Spelbos, oh jongen, wat doe je nou toch? Gelukkig buitenspel voor Nyilasi. Maar wat een beoordelingsfout en wat moeizaam draaien van Spelbos daar in beeld. Vrij schop. Nog een kwartier. En nog steeds staan we één doelpunt achter. Ik denk dat weinig erop zullen hebben gerekend. Ik in ieder geval niet. Gullit. Ja. Détári ditmaal.
als die bal hoog komt, dan heeft Nederland toch moeite, maar misschien lukt het ditmaal. Van de Gijp. Gullit. Van de Gijp had die bal natuurlijk moeten trekken op Willem Kieft, die stond volkomen vrij op dat moment. In plaats van uit zo'n moeilijk hoek in te schieten. Misschien zien we Kieft er nog even staan. Kijk, daar staat Kieft. Haalt zijn handen de hoofd in en terecht. Groot trekballetje op je hoofd, knikken, pats, 2-2. Ingooi Silooy. Spelbos. Wijnstekers op Erwin Koeman. Scherp. En een hoekschop. En daar halen we het optimale uit in deze aanval. Derde hoekschop naar rust, achtste in totaal voor het Nederlands team. Silooy opkomend. En ik denk eerlijk gezegd dat die grensrechter gelijk heeft. Goal buitenspel. Bal het natuurlijk meteen voor de potgemoeten in het 16 meter gebied brengen. Proberen om die Hongaren enigszins onder druk te zetten. Spelbos, Rijkaard en Silooy. Een wat uitgelokte overtreding van René van der Gijp. Maar we kunnen ons voordeel ermee doen via deze vrije schop van der Gijp.
betekent dat Daina ook zo'n ruim 2 minuten zal afluiten. En dan gaat Nederland een nederlaag tegemoet. Bijzonder jammer natuurlijk in zijn eerste duel voor deze wedstrijd. Deze wedstrijden voor het wereldkampioenschap als je start met de nederlaag en dan nog wel thuis. Dan is de positie zeer ongunstig om in ieder geval als eerste te eindigen. Maar u weet ook, eindig je in deze pool als tweede, dan heb je nog een kans. Dan moet je spelen tegen de tweede uit groep 1. Een dubbele wedstrijd. En ook dan kun je nog Mexico afdwingen. U zag overigens wel een misverstand tijdens mijn tirade bij het Nederlands team. En het Nederlands elftal blijft het niet goed doen. Ik kan er echt een chocola van maken. Sallai, eerder bij die bal dan. En weer Koeman. Rijkaard, veldjager. Onder andere Esther Hazi. Dat is de minuut met deze paas van Spelbos. Hoekschop. Dat zijn de laatste hoekschop zijn van het Nederlands team. Hongaren willen wisselen natuurlijk. Willen eventjes tijd trekken. Maar dit kan natuurlijk niet. Want waar is dan die speler die eruit gegaan is? De hoekschop. Zit dus ook niet mee. We hebben er geen geluk mee. Die kopbal van Spelbos. In ieder geval zitten er 90 minuten erop. De Hongaren willen nog even wisselen. Bordoni wilde in die nummer 14. Maar dat is helemaal in het kader van zo'n wedstrijd natuurlijk. Een rommelig eind. Bordoni is er in ieder geval ingekomen. En Kiprich, die rechterspits, is eruit gegaan. Ik denk dat het allemaal niet meer belangrijk is. Ik denk dat Nederland zijn eerste wedstrijd hier gaat verliezen. En een slechtere start kun je in feite niet indenken. Koeman. Wijnstekers nog eenmaal. Ja, buitenspel voor Willem Kieft toen de paas gegeven werd. Wat dat betreft doen we het niet altijd. De Gent Daina maakt er dan nu een eind aan. Grote vreugde bij de Hongaren. Logisch natuurlijk, 2 gespeeld en 2 gewonnen. En eerlijk gezegd verdienen ze het ook wel. Denk er nog maar eens aan al die uitgespeelde kansen in de eerste helft. Nederland speelde vanavond onsamenhangend. Het was geen eenheid. Daar ziet u de mensen die goals gemaakt hebben. Kieft, Détári en Estrazi. Het betekent dus een nederlaag van 2-1. Nederland zal zich moeten revancheren straks tegen Oostenrijk. Het is 2-0 anders. Nederland verliest dus zijn eerste wedstrijd. Desalniettemin bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens.